Follow Your Dream. We zijn hier vandaag aanwezig op het Helinium en eigenlijk een beetje te gast bij Marjolein Breuring, die we de komende 10 minuten lekker gaan interviewen. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja? Ja. Je kwam uit je les gerend. Klopt. Ja. Maar we hebben onze plek gevonden. En is dit jouw domein waar we zijn? Dit is echt wel mijn domein, ja. Hier voel ik me echt thuis op het Helinium. Ja. Want we zijn in een danslokaal. Klopt, het is P217. Ja, dat is belangrijk. En dit is in 2002 geopend, dit gebouw. Het Albeda zat hier. En toen hebben ze ook een etage, was dan voor het Helinium. En daar is toen een nieuw danslokaal gemaakt. Dus met belichting en zit daar nog een spiegelwand en gordijnen en kleedkamers. Dus dat is heel fijn. Heel fijn dat er op een school zo'n professionele faciliteiten zijn. Want je bent al 30 jaar werkzaam bij het Helinium. 30. Als dansdocent, is dat officiële term waarbij waaronder we je kunnen vinden? Ik kwam als 23-jarige hier binnen. Onze school wilde zich toen profileren met de kunstvakken ten opzichte van de scholen in de regio. Mm-hmm. En in 1993 werd dans en drama en audiovisuele vorming officieel toegevoegd aan de kunstvakken. Ja. Wat voorheen dan vooral tekenen, handvaardigheid en muziek was. En zeker de eerste 10, 15 jaar heeft dat best wel voor veel leerlingen gezorgd. En in die tijd, ik was natuurlijk zelf heel jong. Ik heb een aantal jaar heb ik gewoon eerst de brugklassen gedaan. En toen kwamen de tweede klassen erbij, toen kwamen de derde klassen erbij. En op een gegeven moment mochten we zelfs uitbreiden naar examenvak toe. Eerst op de MAVO en later ook op HAVO-VWO. Ja. En dat was wel het allerleukste natuurlijk. Want dan hield je echt de kinderen over die ervoor wilden gaan. En die ook al een goede basis hadden. En met goede basis moet je denken aan niet zozeer technisch goed. Maar hoe je kan denken over dans en hoe je je creativiteit kwijt kan in dans. Ja, die extra verdieping kan je er dan inbrengen. Dan een losse eigenlijk dansgedeelte in een schooljaar. Je Precies. kan echt wat opbouwen. Ja. En ergens naartoe werken. Ja. Ik denk dat we misschien wel een uur zouden kunnen praten over het onderwijs en over hier op het Helinium en welke kansen jij hebt gekregen en wat het je allemaal heeft gebracht. Maar we zitten hier helemaal voor jou. Dus dansdocent Helinium is een onderdeel van jou, maar dat ben jij natuurlijk niet. Nee. En ik ben zo ontzettend benieuwd wie Marjolein is en wat jou drijft. En zullen we daarvoor even teruggaan naar, ik denk, kleine Marjolein, denk ik. Ja. Een danseres in de dop, van kleins af aan, of later ergens met het virus besmet? Nee, ik was wel als kind al gewoon bij het buurthuis, dat ik naar bietenballet ging. Ja. En in dat buurthuis stond die zaal leeg na onze les. En ik nam dan cassettebandjes mee, waar ik op de radio van een soulprogramma op donderdagavond muziek opnam. En dat ging ik dan afdraaien en dan ging ik gewoon dansen in die zaal. In je eentje? In mijn eentje. Oh, wauw. Ja, dat is best wel. Ik was 11 of zo. Ja. En daar is het eigenlijk geboren, denk ik. Ja, dat dansen vanuit je ziel eigenlijk. Dat wist ik natuurlijk toen niet. Nee. Maar thuis rommelde het. Een jaar later zijn mijn ouders ook gescheiden. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik, dat was gewoon. Dans was voor mij een uitlaatklep. Daar kon ik in kwijt wat ik met woorden niet kon geen vorm aan geven. Waar ben je opgegroeid? Vraag me. Ik ben geboren in Heemskerk. Ja. En na de scheiding zijn we verhuisd met mijn moeder en mijn zus naar Alkmaar. Oké. Okay. En op mijn 19e ben ik dan naar Rotterdam verhuisd, want toen werd ik aangenomen op de dansacademie. Ja. Bij Codarts. En toen ik op mijn 23e hier kwam werken, toen heb ik eerst nog een uitstapje gemaakt naar Amsterdam, want ik denk, ik ga toch echt niet in Hellevoetsluis wonen. Maar na een jaar ontmoette ik hier op deze school ook mijn partner, waar ik nog steeds mee samen ben. Ja. En toen was het gewoon logisch om samen hier te gaan wonen. Ja. 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 Je vertelt al in een notendop een beetje hoe het is vergaan. Maar ik wil nog even aan je vragen, hoe is het gegaan van dat meisje wat in die lege zaal staat, waarbij je gewoon inderdaad vanuit je innerlijk iets doet, naar de passie om ervoor te gaan qua studie. Heb je iemand gevonden in de dansles die jou daarin heeft begeleid? Of zijn dat je ouders geweest?
om je te stimuleren naar de dansacademie? Nou, mijn moeder, die komt uit Indonesië. Ja. En die is toen ze 10 was voor een betere opleiding naar Nederland gestuurd en hier altijd gebleven. Maar in haar eerste 10 jaar heeft ze heel veel van haar eigen cultuur meegenomen en meegekregen. En zij danste daar Balinese dans. En wilde misschien ook wel iets met dans doen, maar dat was toen gewoon niet aan de orde. Zij is uiteindelijk schooljuf geworden. Ja. Dus dat is wel een klein beetje gemeen. Ja. Maar zij heeft de basisschool dan. En zij heeft me wel heel erg gestimuleerd om altijd mijn dromen te volgen. Wow. En ze zei van, als dat dansen dat voor jou is, dan moet je dat gewoon doen. En of je daar nou je geld mee kan verdienen of niet, volg gewoon die droom. Dus ik dacht, ja, we zien wel. En ik verhuisde natuurlijk van Heemskerk naar Alkmaar. En toen had ik ineens niet meer zo'n toffe zaal. Okay. En toen ging ik naar een officiële balletschool. En dat was veel formeler. En ik moest daar echt mijn draai in vinden. Ik weet ook niet of ik die daar echt gevonden heb. Maar ik kon daar wel veel meer, kreeg wel veel meer kansen om naast beatballet ook moderne dans en jazzdans en ballet. En overigens ook improvisatiedans te doen. Wat wel echt heel, heel... Ik merkte wel dat ik daar... Mijn ei in kwijt. En die dansschoolhouder, die zei toen wel tegen mij dat ik zei, ja, ik wil graag naar de dansacademie. Toen zei hij wel van, nou, je hebt fysiek alles mee. Ik was heel soepel en ik leerde dingen makkelijk aan. Maar het is wel, vind ik wel heel erg mijn eigen drijfveer geweest om daar echt nou ja, mijn droom te volgen. Ja, dus mensen hebben jou niet in de weg gestaan. Nee, dat zeker niet. Nee. En misschien wel de juiste dingen gezegd. Maar je bent zelf je eigen drijfveer geweest. Ja. Is er een moment geweest in je studie dat je hebt getwijfeld? Of heb je vanaf het begin af aan gevoeld, dit is inderdaad die droom waar ik mee bezig ben en ik zit op de juiste plek? Ja. Ja? Ja. Want ook toen ik eenmaal hier kwam te werken, dat is wel een sprongetje, maar heb ik met collega's te maken gehad van andere kunstvakken die uiteindelijk wel weggegaan zijn omdat ze dachten, nee, dit is het toch niet. En ook al heb ik het ook, zeker in de beginjaren, ik ben een lief persoon, laat maar zeggen, orde houden, vind ik echt lastig. Dus volgens mij zaten die kinderen in de gordijnen en overal, maar niet wat ik wilde. En toch, en ik ging soms ook echt met lood in mijn schoenen ernaartoe. Maar ik heb nooit gedacht van, is dit het wel? Nee. Dit was is het. Ja, ja, en dit is het nog steeds, hè? Ja, na 30 jaar. Ja. En het heeft zeker wel zo zijn ups en downs. Maar ook in de opleiding, hoor. Ik heb het eerste jaar toen ook over moeten doen. Want ik kwam echt wel wat technische basis tekort. En misschien ook wel de juiste focus. Maar met dat jaartje extra snapte ik het wel. Ja. En... heb ik altijd gewoon volhardend daarin geweest. En ik denk wat ik aan het begin ook zei, die oerdrang om jezelf uit te drukken in iets anders dan woorden. En bij mij was dat dan dans. En een ander heeft dat misschien met schilderen of met zingen of weet ik wat. Maar bij mij was het echt wel vanuit die dans. En ik denk dat ik dat in die 30 jaar ook heel graag mee wilde geven aan die kinderen. Ja, want dat is wel... want he, dat meisje wat dan in die lege zaal stond, danst zelf. En jij hebt eigenlijk je hele carrière gewijd aan die liefde en die kennis voor de dans overdragen. Ja. In mijn beleving zijn dat bijna twee verschillende dingen. Dus of je bent zelf actief als danser, welke vorm dan ook. Of je bent degene die het overdraagt als docent. Ja. Kijk je daar ook zo naar? Dat je denkt, het is bijna jouw missie om het over te dragen? Ja, zeker. Ik begon zeker met die dansacademie. Want ik heb niet eens auditie gedaan voor uitvoerend. Ik ging gelijk naar dansdocent. Maar wel van, nou, dan kan ik misschien toch ook wel danser worden. Ja. Maar ik merkte in projecten waarin we als danser aangesproken werden, ik vond het vaak lang duren en dan moest je lang wachten. En als je dus in de zaal was met een groep mensen en die kon je in beweging zetten. Dan ben je een maker, hè, eigenlijk. Ja. 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 Dan ging er bij mij iets aan. Dus ik dacht, ja, dat is dan toch meer mijn pad. En natuurlijk heb ik
doorheen zoek ik ook altijd wel projecten. Ik heb heel veel meegedaan in Rotterdam bij SKVR met Dansmakers XL. Ja. Dat ik gewoon ook zelf weer even lekker kan dansen. En dat iemand anders gewoon zegt van doe dit, doe dat. Of zoek dit uit of verzin dat. Om wel dat gevoel warm te houden. Maar dat is niet, dat was blijkbaar niet mijn pad. Nee. Nee. Het overdragen, los van al die leerlingen die bij jou verplicht of gekozen bij jou gedanst hebben. Ben jij de laatste paar jaar zichtbaar druk met projecten? En ik zeg met nadruk zichtbaar druk, want wij hebben elkaar voor het eerst gezien, wel vaker, maar echt bewust gezien. Vorig jaar bij Brielen Danst Hoop, een prachtig project in het kader van 450 jaar vrijheid. Waar voor het eerst in jaren weer een dansvoorstelling was in deze regio met allerlei verschillende soorten mensen. En eigenlijk ook een beetje allerlei verschillende soorten talenten die bij elkaar kwamen. Voor mijn gevoel was dat inderdaad ook zichtbaar een van de eerste projecten. En volgens mij heeft dat nu zijn doorgang gevonden. Ja, ja, zeker. In ja. Twee hele mooie andere projecten. Klopt. Ja, waar wil je beginnen? Bij Façade of bij Nexus? Het heeft een kleine aanleiding dat op een gegeven moment begon het gewoon te kriebelen. Dat ik dacht van... Op school werd er steeds minder, wij werden gewoon andere keuzes gemaakt, waardoor ik niet meer met die bovenbouwleerlingen echt mooie, betekenisvolle stukken kon maken. Okay. En daaruit groeide wel echt een verlangen van, hoe dan? En toen heb ik dus de keuze gemaakt om een dag minder te gaan werken en daar ruimte voor te creëren. En omdat mijn moeder het is alweer 5 jaar geleden denk ik, meegedaan heeft met een voorstelling voor ouderen. Ja. En toen dacht ik van, en ik zag hoe ze daardoor helemaal opbloeide en leuke contacten kreeg met mensen. En dat ze zo in haar kracht gezet werd, dat ik dacht, dat wil ik ook bieden aan mensen. Dus niet meer alleen aan jongeren, maar ook aan ouderen. Ja. Dus dat is toen vorig jaar eigenlijk de aanleiding geweest. Daar ben ik toen mee begonnen. En van daaruit ben ik gevraagd voor Brielen Danst Hoop. Ja. En van daaruit, dat was zo... Magisch, ja, inderdaad. Ja. Om te werken met die dansers en iedereen die ook wilde, weet je wel. Iedereen wilde daar graag zijn bijdrage aan doen. Net als ook het stuk toen met de ouderen, dat heette toen Reconnect. Dat ik dacht, dit moet gewoon een jaarlijks terugkerend iets worden, hoe dan ook. Dus dat wist ik toen nog niet precies hoe, dus ik heb toen ook een tijdje laten rusten. Het is ook een hele weg om te bewandelen, om dit soort projecten eigenlijk van de grond af te krijgen. Precies. Vaak ligt het niet aan de inzet van deelnemers of de mensen eromheen. Maar, ja. Dus er komt van alles bij kijken. Ja, er komt van alles bij kijken. Ja. En toen, nu met het nieuwe stuk met de ouderen, laat maar zeggen, heb ik naast de jongeren die er ook bij horen... heb ik de volwassenengroep erbij gezet. Want daar bleek ook veel behoefte te zijn om te kunnen dansen. Ja. En daar maak ik nu een voorstelling mee, die heet Façades. Ja. En die is 8 oktober in Theater Twee Hondjes te zien. En heb ik nu vanaf na de meivakantie... werk ik overdag 2 uurtjes met de ouderen. En daarna 1,5 uur met de jongeren. En dan 's avonds nog 2 uur met de volwassenen. Echt in drie blokken? Ja. Okay. En 3 keer op zondag komen we samen in Theater Twee Hondjes. Met z'n allen samen, ja. Ja. Dus we werken een beetje op 4 sporen. Dus ieder apart en met z'n allen samen. En ben jij de enige maker? Dus, ik ben wel de enige maker, maar je zou wel kunnen zeggen dat het in co-creatie is met de dansers. Ja. Ik heb heel veel aan hun input, laat maar zeggen. Dus ik verzin opdrachten waarin zij dan mee aan de slag gaan... En daar komen mooie dingen uit. En dan zorg ik weer dat het mooi in elkaar verweven wordt, laat maar zeggen. En zijn het allemaal mensen met een dansachtergrond? Het zijn allemaal mensen met een liefde voor dans. Ja. Ja. Of met een liefde voor via kunst zich te verbinden met elkaar. Ik vind dat bij Façades, dat stuk dan, wat ik met die 3 generaties maak, is echt het verbindende een belangrijk aspect. Ja. Terwijl met Nexus, ja. Daarin had ik dan aangegeven dat je
aan kon melden als je minimaal 3 jaar danservaring had. Omdat ik met die groep weer wat meer de diepte in wil met de danscreaties van wat er mogelijk is. En kies je dan, is het altijd moderne dans? Of? Ja, moderne dans is wel mentaal. Ja. 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 Slash improvisatie. Ja. En ja. Die groep heeft zich nu gevormd, ook voor Nexus? Klopt. Ja. Wat eigenlijk bij beide groepen heel leuk is, is dat in de volwassenen groepen doen oud-leerlingen mee. Oh ja. 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 Dat is prachtig. Echt heel leuk. Die zijn nu zelf in de 30. Tenminste, bij Façades zitten er een paar die zitten, zijn nu in de 30. En die waren dus toen 12 tot 17 of zo. Dus dat is voor hun ook alweer echt een hele tijd geleden. Ja. En als ze dan weer hier op school rondlopen ook en in dat danslokaal zijn, dan zien ze, oh ja, hier gebeurde het allemaal. Het is echt een golf van herkenning. Ja, ja. Dus dat is heel leuk. En met Nexus ook, nu is het maar, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar in ieder geval 1 oud-leerling, en die is nog niet eens, die is pas 24. Ja. En die had ik persoonlijk benaderd. Ik had er wel meer persoonlijk benaderd, maar zij zei, ja, leuk. En er doen er dan nog 5 mee van vorig jaar, die in hoop gedanst hebben. En toch ook uit de krant en via social media zijn er veel ook aanloop. Nieuwe mensen op afgekomen. En het is weer een heel mooi groepje, heeft zich gevormd. Dus we moeten even in de agenda noteren, 8 oktober. 8 oktober, zondag, Theater 2 Hondjes, 3 uur 's middags. En Nexus. En dat is weer met muziek van Terrence Hansen. Helemaal uit Amerika. Yes. Ja. Die maakt speciale muziek. Komt hij ook muziek. Over? Hij komt over, maar we doen niet meer. Hij gaat niet meer op het podium. Oké. Okay. Hij maakt de muziek en hij is er ook in de maand november om te fine-tunen. Of misschien nog 1 stuk te maken. Echt geïnspireerd op wat er gebeurt op de vloer. Maar dat is wel waanzinnig, omdat we vorig jaar hebben natuurlijk heel erg gezocht van hoe communiceer je dat eigenlijk met elkaar en wat, wie ben je of zo, weet je wel. Dus het gaat zoveel makkelijker. Ja. En, het is echt een tweede traject. Het is echt wel heel cool, heel cool. Maar die voorstelling is op 2 en 3 december, dus op een zaterdag en zondag. Zaterdagavond om 8:30 en zondagmiddag om 4:30. En waar? In het Brest Theater. In het Brest Theater. Ja. En kijk, vorig jaar was ik gevraagd en was vanuit Stichting 2022, heette die geloof ik. Ja. Waren gelden beschikbaar gesteld, laat maar zeggen. Maar dit jaar moest ik wel zelf op zoek naar geld. En de gemeente komt nog niet echt over de brug. Terwijl het wel echt gaat over de fusie. Oeh, ja. Dus ik ben wel in gesprek, maar het gaat allemaal moeizaam. Ik heb een subsidie aangevraagd en ontvangen van Cultuurparticipatiefonds. Ja. Maar ik ben veel te bescheiden geweest en we komen gewoon helemaal niet uit. Dus ik heb nu. Is ook een leerweg, hè? Ja, dat is zeker een leerweg. Ja. Zeker, ja. Dus ik heb nu een crowdfund opgezet. En die loopt nog een maand. En ik hoop heel erg dat mensen die dit interview zien. Dat ze denken, oh, maar wij gunnen echt moderne dans op Voorneputten een plek. Ja. En ik doneer een tientje of het liefst iets meer. Maar elk tientje is meegenomen en dat is voor de kunst. Als je gaat naar de website van www.voordekunst.nl en dan in de zoekterm Voorne intoetst, dan komt die gelijk tevoorschijn. En dan kunnen we doneren. Ja, want een van de dansers heeft een hele leuke titel bedacht. Geef dans een kans op Voorne aan Zee. Nou, kijk, dat moet goed komen. Ja. Ik dank je ontzettend voor jouw verhaal. En voor het delen eigenlijk van je droom. Van meisje daar zo. Toch, ik zie je steeds eigenlijk zo voor me in die danshal. Tot nu in eigenlijk helemaal jouw eigen habitat hier op het Helinium. Ik wens je alle succes met je voorstellingen. En ik denk dat we eigenlijk vanuit die hoek nog veel van je gaan horen. Dat weet ik eigenlijk zeker. Dankjewel, Marjolein. Dankjewel.